muziek uit eigen regio. Utrechtse talent. Dit is de Staplab Agenda. Ja, en dan hoop ik dat ik niet net even het gras voor de voeten van Geert weggemaaid heb. Geert, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, hallo. Deze stond nog niet in je agenda, geloof ik, hè? Nee, dat stond er nog niet in. Oké. Nee, er zijn heel veel andere activiteiten die dan in ieder geval bij in de Staplab-agenda zullen staan. Ik wil eerst even wat anders met je doornemen, want jullie hebben gisteren hoog bezoek gehad op kantoor. Hoog. Ja, toch? Dat was leuk. Ja, de Body Politics, in ieder geval de zanger daarvan, die was bij jullie op kantoor om een aantal liedjes te spelen. Hoe was dat en waar kunnen we dat terugzien? Nou, de eerste staat nu online. Dus het staat gewoon op de website. Vol op de voorpagina. En er komen er, als het goed is, nog twee aan. Mm-hmm. Dat is wel stoer dat hij daarvoor bij jullie op kantoor staat. En dan zetten jullie gewoon een reeks aan camera's eromheen? Of hoe gaat zoiets? Nee, meestal spelen ze het nummer twee keer. Behalve het nummer wat nu al online staat, toevallig. Mm-hmm. En dan nemen we het met twee camera's op. En met audioapparatuur. Heel simpel. En dan gooi je het online als de artiest het goedkeurt. Oké, nou gaaf. Dat vinkje is in ieder geval geweest. En die staat dus nu bij jullie op de website staplab.nl. En hopelijk in de komende weken gaan er nog meer daarvan verschijnen. Dan de echte reden waar ik hiervoor bel. Want de Staplab-agenda. Waar moeten we deze week echt allemaal naartoe? Het is volgens mij een beetje een rustig weekje eigenlijk. Een soort van. Behalve de vrijdag en de zaterdag natuurlijk. Maar we beginnen met vandaag, want vandaag is de Human Trash in Daybase. Het is het is echt Human Trash eigenlijk. Dan kun je het toegeven. Het is punk, garage en garage band. En er staan vier verschillende bands. Dus ik zou erheen gaan, als je daarvan houdt. Mm-hmm. Dan is er dinsdag Unknown Mortal Orchestra. Maar dat is misschien niet het belangrijkste. Want het belangrijkste is dat Moses and the Firstborn ook spelen die avond. Die ken je waarschijnlijk al van het hitje. Yes, I got killed. Ja, leuk. Ja. Dan hebben we de woensdag. Dan is er weer een wildgroei in de Echo. Dat is altijd gezellig. Met deze keer Haarbaar Paar. Underground pop met deep house en new disco. Okay. Dan hebben we de donderdag. Dan is Krank en HKU in Club Ux. Normaal is Krank. Nu gaan ze twee keer zo groot, want de HKU die programmeert daar ook wat dingen. Ik heb nog niet kunnen vinden wat de HKU nou precies geprogrammeerd heeft, maar die zijn er dan ook. Dan zijn we bij de vrijdag, dan hebben we Jet Rebel in Tivoli Spiegelbar. En Black Atlantic in Aken, samen met Emil Landman en Shayai. En de vrijdag speelt ook Body Politics in The Village. En zaterdag is de release van Body Politics in de Echo. En er staan nog veel meer dingen in de agenda, maar die staan in onze agenda. Zoals Ridey Tighty in Tivoli de Helling. Het is een volledige lijst en ook zeer verschillend als ik het allemaal zo hoor. Leuk om te horen dat er inderdaad zoveel muziek is. Zoveel plekken in Utrecht zijn waar er gespeeld kan worden. En dat is uiteraard allemaal bij jullie op de website. Is al na te lezen. Ik roep het nog maar een keer. Staplab.nl. Daar staat die hele agenda staat daar ook. En vanaf aanstaande morgen, oftewel de maandag, de eerste dag van de week, dan wordt er ook weer een act in de schijnwerpers gezet. Ik ben benieuwd wie dat voor deze week gaat worden. Nou, ik schaam me bij nog niet geworden is ooit. Maar dat is Body Politics, omdat het nieuwe album eraan komt. Oké, ja, dat was bijna te voorspellen, hè, van tevoren. Maar het is inderdaad wel zo van, waarom nog nooit? Maar vanaf... Dus deze week zijn ze uit. Juist. Nou, en de komende zaterdag is inderdaad de release dan van dat tweede album van de Body Politics. Komende week dus staan ze te shinen bij jullie op de website staplab.nl. Geert, dankjewel voor je tijd en een fijne zondag verder, hè? Ja, hetzelfde. Dit is de Staplab Agenda. Staplab 030.